Wij dachten, laten wij eens een Sims Challenge doen. Ja. We spelen niet zo heel vaak Sims. Vroeger heel veel Sims veel. 2. Sims, heel is veel. Sims 1 ook nog wel. Ja, maar voor Sims 2 hadden alle uitbreidingspakketten. Ja. En zo. Hier heb je echt alleen maar uitbreidingspakketten vampieren. Ja. Voor de rest echt niks. Dus als het er allemaal niet zo mooi uitziet, dat is de reden. Dus, en hoe heet die challenge ook weer die we gingen doen? Madhouse? Nee, Asylum Challenge. Asylum, laat maar. Bijna. Ja, nou, dat is dus eigenlijk zet je allemaal gekken bij elkaar in een huis. En met beperkte mogelijkheden. En dan kijken hoe ze crazy worden. We dachten dat is wel een challenge voor ons. Met een beetje aanpassingen waar je één iemand hebt die... die het onder controle heeft. En die dus wel werk heeft en alles. Maar verder, je hebt geen rookalarm. Je hebt geen... Het zijn echt beperkte mogelijkheden. Je hebt te weinig bedden. Dus ze worden allemaal crazy van te weinig slaap. Ik ben ook een beetje benieuwd of mensen ook echt dood zijn. Ja, ik ook wel. Want wij spelen dus ook altijd Sims met die cheat aan. Dat die behoeftes, zeg maar, niet omlaag gaan. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat worden. We doen wel die cheat aan voor degene die we spelen. Ja, mag dat? Vind ik wel. Ah, nee, dat mag misschien niet. Nee, doe maar niet. Maar dat wordt er even wennen. Ja, we hoeven maar één persoon dan in onder controle te houden. Hè? De rest kunnen we allemaal ding laten doen. En het is zo, als je een uitstapje maakt, behalve naar werk, maar ergens naar een feestje of een boekstore of wat dan ook, dan moeten ze mee, de hele groep. Ja. Ja. Dus dat is dat. En we gaan nu... Craziness ensues. Ja, precies. Nee. Okay. We gaan gewoon 8 mensen randomizen. En ze moeten dus allemaal de insane quality hebben, toch? En ze mogen niet zelfverzekerd zijn. Nee. Nou, ben benieuwd hoor. Wil je de regels nog eens opnoemen? Ja, ik noem de regels op. Dan weet je dat even. Oh ja, om even pauze bouwen. Okay. Om het spel iets interessanter te maken, mogen we 5 bedden hebben. 6 zitplekken, maar geen banken. Oké, dus gewoon stoelen. Ja, want op banken gaan ze liggen en ze mogen niet genoeg slaap krijgen. 1 badkamer met alleen een sink, een bad en een toilet. Daarnaast... Maar in de keuken mochten ze wel een gasfornuis, maar de allergoedkoopste, dus die snel lekker vlamvat. Okay. Geen rookalarmen, dus er komt geheid vuur. en ze moeten 5 activiteiten hebben waarmee ze hun skills kunnen wel, of zoals boeken of chess of zoiets. Ja, oké. En 1 tv of 1 computer. We maken maar een lekker groot ding en dan versplitsen we die wel. Ja, maar niet te groot. We hebben ook niet zoveel geld, hè? Nee, oh ja, dat is ook zo. Gewoon lekker... Oh, daar moeten we ook rekening mee houden. Ja. Ah, zullen we wel geld doen? Toch? Ja, ik weet niet wat de challenge precies is. Ja, dat staat niet bij. Staat niks bij. Maar geld kan ik er niet. Ja, doe maar wel met geld, hoor. Ja, toch? Ja. Ik vind het anders zo moeilijk. Ja. Okay, let's build. Hebben we dan eens... Oké, we gaan even... Even checklist. Okay, dit is het huis. Het is echt... Ugliest house ever. Dit is echt een asylum. Even kijken. 5 bedden, check. Mm-hmm. 6 zitstoelen, check. Ja. 1 badkamer met alleen een wasbak, bad en toilet. Ja. 1 de goedkoopste gasfornuis. Mm-hmm. Geen brandalarmen. 5 objecten voor je skills. Ja. Hebben we ook. Mooie selectie gemaakt. Ja. En 1 tv of computer. En we hebben gekozen voor tv. Ja, omdat we dachten, computer kun je veel meer mee. Ja, dan dat is misschien niet eerlijk. Leuk. Ja, precies. TV is gewoon letterlijk kijken en het hoort ook wel een beetje bij Asylum, hè? Ja, precies. Oh ja, en we hebben een privékamer helemaal rechts voor de caretaker, want we dachten, nou, die mag wel wat luxe. Oh, dan moeten we haar deur even op slot doen. Ja, klopt. Ready, bitches. Let's do this. Word maar lekker crazy. Echt, dat moet eerst even... Oh, iedereen elkaar leren kennen. Kennis maken, hè? Zullen we ook de deur op slot doen als ze eenmaal binnen zijn? Kan dat? Ja, dat kan wel. Ze gaan sowieso nooit niet naar buiten, denk ik, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Ze gaan niet eens naar binnen, joh.
Hoe dan? Nu wil al? Wil hier zijn? Ja, goed zo. Ga maar even tv kijken of zo. Wees welkom. Wel stil zijn. Do not anger them. No. They will kill on sight. Die staat gewoon eng te kijken. Ja, binnen, mag hoor. Binnenkomen hoor. Ja. Waarom doen wij niks? Waarom gebeurt er niks? Ze zit gewoon lekker. Ze doet gewoon niks. Gezellig te doen. Ik dacht ik ga helemaal crazy worden. Dacht ik ook. Waarom is iedereen zo hyper? Wordt crazy. Ja, dit is echt veel te gezellig. Ook echt. Maar voor de rest gaat het echt. Oh nee, helemaal dat niks. Gebeurde daar. Eentje terug. Boah, dat is ja, zij was dat heet hoofd. Flip hem even alsjeblieft. Reageren zich af op anderen. Oh, nodig. Laten we kijken. Oh my god, wat gaat ze doen? Fight. Fight. Ik weet nog steeds niet hoe... Oh my god, what's she doing? Oh, op de caretaker? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Zie die blik. Oh my god. Die gaat echt vermoorden, joh. Kijk uit, er komt weer iemand aan. Je moet snel dicht. Iedereen. Oké, okay, zelfs die ene, die caretaker mag er wat niet uit. Wat staan ze daar ook? Jeetje, ze zijn geen buurthuis. Ook echt. Zoek je eigen leven. Iedereen vindt het zo gezellig. Ze passen zo goed bij elkaar ofzo. Dit is echt niet waar wij op hoopten. Niemand heeft ons naar wc gemoeten. Of wees slapen. Wat vreemd. Oh, iemand gaat naar de wc. Hehe, dit is eindelijk zover. De stoelen hebben we nu lekker verspreid gedaan. Ja. Want ze zaten echt te veel te kletsen. De hele tijd te clusteren en te kletsen. En ze zijn gewoon zo goed bij elkaar of zo. Ja, dat klopt niet. We hebben de perfecte match. Ja, er is echt nog gewoon niks verkeerd gegaan. Dat klopt niet. Ja, de tv dus vervangen voor een computer, zodat ze niet zo lekker met z'n allen kunnen kijken. Ja. Oké, okay, here we go. En de langzaamste computer ever. Dekker dik blok. Ja, dat wordt je ook wel zeggen in ieder geval. Ja. Oh, ze zijn ja, opgehouden okay. Kletsen. Ja, ze zijn opgehouden. Finally. Oh, godzijdank. Oh, iedereen zo, moet het is ook gelijk gezellig ook hebben. Ook echt. TV is weg, jongens. Ja. Nu begint het echte leven. Okay. Er is ook echt gewoon geen hond geslapen. Echt niet. Iedereen heeft het zo naar... Er zit eentje in de weg. Ze gebruiken die bedden om te kletsen. Dat mag echt niet. Klopt, dat is tegen de regels. Ze zijn weer aan het kletsen, hoor. Jongens, krijg je geen last van je poten? Het gaat echt veel te goed. Er is echt nog niks ergs gebeurd. Ook echt. Moeten we gewoon eventjes wat oldschool forceren? Ja, ik denk Vuurtje het. Maken of zo. Ja, of opsluiten. Ja, precies. Laten we ze splitsen. Een deel zit in de slaapkamer en een deel zit in de woonkamer. Zullen we dat doen? Ja, doe maar. We gaan ze splitsen. Oké, echt. Okay. En dan gelijk die deur op slot. Ja, die deur direct op slot. Nee! Nee! Wat doe jij nou? Stoppen, terug. Je had één Jesper. Ding. Jesper, gatver. Hierheen. Jesper. Ja, even blijven. Jesper, kom snel. Jesper. Jesper, nu. Jesper, kom. Ja, goed zo. Niemand anders. Oh, Cowboy Bob nee. Komt eraan. Oh, Cowboy Bob? Ja, nee, en nog niet. En Maud gaat er vandoor? Nog niet hoor, ja, goed zo. Oké, okay. Oeh, ze moest naar de wc. Dit wordt leuk. Ja, dit wordt leuk. En sluit dat ding. Sluit dat ding. Moet hij eerst dicht? Nee. Iedereen? Iedereen. Toch? Ja. Of iedereen behalve caretaker? Ja, kun je dat doen? Oh ja, ja. Nee, dat kan je niet doen. Ik moet even op haar staan. Ja, ik moet even op haar staan. Oh, ja. 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 Dan kan die nog wel naar buiten als ze wil. Ja, dat is dat is wel beter, want zij moet wel gewoon goed zijn. Ja. Oké, okay. Let gaat er hell wel iets unleash. Komen. Ja. Dus mij er gebeurt niks. Ze gaan veel te goed. Ze slaapt nu gewoon. En die man staat echt eng naar te kijken. Ook echt. Creep. Oh, ze heeft de broek gepiest. Oh my god. Wat veel. Jesus. Jesus ja, Christ. Ja, nou schoonmaken. Ja. Huh? In de shirt zit het ook helemaal. What did you do? Oh mijn god, hoe heb je dat gedaan, haar gezicht? Ze stinkt. Wow, kijk uit. Je lag erin. Dat is het meeste drama die we tot nu toe hebben gehad, joh. Of je moet één bed in deze kamer zetten.
Sleep er één bed hierheen. Ja, dat gaan we doen. Ja. Let us see. Vechten om het bed. Ook echt. Fight. Jongens, er is één bed. Wie is eerder? Wie overleeft? Ja, wat staat hier nu, hè? Een bed. Kijk dan. Kijk wat hier staat. Staat een bed voor jullie klaar. Jongens. Daar. Heb ze het niet door? Hallo? Een bed. Deze mensen zijn echt ongelooflijk. Doe spoel het door. Oh my god. Oh ja. Kijk. Oh, ik had niet... Het is een beetje de underdog. Ja, ik had die ander verwacht. Ja. Ze ging er ook wel echt voor. Haal het bed nu onder de vandaan. Ik vind het irritant dat ze die bedden als stoel gebruiken. Klopt. Niet eerlijk. Volgende keer moeten we stapelbedden doen. Dan kunnen ze er niet op zitten. Zal ik proberen? Ja, doe maar. Huh, waarom zit ze zo van... Opeens zijn ze allemaal moe, joh. Ja, man. Huh, wat is dit? Oh ja, iedereen moet even naar bed, maar er is een bed te weinig. Kijk. Wow, ze zijn opeens allemaal moe, inderdaad. Er is nog een bed vrij. Ja, er is nog een bed vrij. Cowboy Bob zit niet op bed. Nee. Hij staat misschien in de weg of zo. Wow, iedereen wil opeens naar bed. Jesper. Jesper. Jesper is echt een creep. Ja, die is echt eng. Ah, het is nog gelukt ook. Ja, dit is echt ongelooflijk, Jasmijn. We kunnen gewoon niet falen. Nee. We doen alles. Echt alles. Alle stoelen weg, zo dat ze doen. Ja, doe maar. Maak we ze echt één bed. Één bed. Eén bed, alle stoelen weg. Toch? Ja. Dan gaan we even rigoureus. Ja. Nou, nu moet er toch echt even wat gebeuren. Nou, echt. Dus één stoel en één bed. Ja, die gaat ervoor. Groot gelijk. Oh, ja. De eerste is ingepikt. Cowboy Bob, denk ik, ga nooit meer opstaan. Oh, oh. Dom, dom. Domme keus. Dat is echt dom. Dat is echt dom. Ik krijg nooit meer terug. Echt. Welcome him. Alsjeblieft, leef in de brouwerij. Okay, vergal onze avond. Papier erbij, dan moet het toch wel even verkeerd nou, gaan. Nou, echt hoor. Ze gaan weer clusteren, hè? Ze zijn weer aan het clusteren. Ze hebben het veel te... Weet ik niet meer, hoor. Ik weet het ook niet. We zijn veel te goed hierin. Zullen ze opsluiten in één kamer? Met niks ja, erin? Ja, doe maar. Dan gaan ze weer kletsen, hoor. Ja, klopt. Dan gaan ze weer gewoon... Lala, gewoon zeiken, maar verder niks doen. Ja. Nee. We nemen we de car. We gaan door, bitches. En dan gaan Caleb wel mee. Ja, Caleb wil mee. Caleb is onze nieuwe best friend. Of je wil of niet, hij gaat mee. Ook echt. Reizen. Iedereen. Waar gaan we heen? We gaan... Eeuw, Jesper zonder bril. Eeuw, Jesper. Why? Oh, zeven Lieke mogen maar waar. Lieke hoort er nog bij, toch? Oh. Oh. Ja, ik kan Caleb niet. Wil mee. Toch? Ja, Caleb moet mee. Ja, doe maar zo dan. Officieel moet de rest mee, hè? Ja, Lieke is een beetje... Oh, de underdog. Caleb is een nieuwe. Je bent ingeruild, Lieke. Oké, doe maar. Wow. Ready to rock. Beam me up. Beam me up, Scotty. Dit wordt niks. Iedereen gaat gewoon schaken en kletsen. Ja, ik zie zo. Het nu al. Ja. Het is Caleb. Caleb! Caleb! Jij moet zorgen voor een beetje nieuwe visie ook in de echt. Groep. Beetje vampierenvisie erbij. Ik geef het op. Ik geef het ook op. Ik weet echt niet meer wat we nou moeten doen. Alles gaat te goed. Ja, het is wel een beetje ongemakkelijk, maar het is telkens gewoon maar van... Ja, ik wil slapen. Ja. Alleen maar zeuren en verder wordt er niet over beïnvloed. Nee. We nou, tried. Mislukt experiment. Ja, echt. Is het iets dat wij fout hebben gedaan? Alsjeblieft, vertel het ons. Of dat je het beter op een andere manier kan doen of zo. Want wij hadden dus gelezen dat ze echt dan helemaal cray-cray werden. Ja. Maar we hebben ons aan de regels... In het begin aan de regels ja. We hebben het zelfs nog erger gemaakt. Ja. Ik snap het niet, hoor. Ik snap het niet. Dus als je tips hebt, zeg het alsjeblieft. Ja.